dood was, dat hij moest naar de psychiater gaan om behandeld te worden. Dus meer wist ik niet dan dat. Ik wist zekerlijk niets van die woorden. U blijft een beetje boos op hem? Ja, nog altijd. Ja, nog altijd. Want tenslotte was Wevelhem een mooie parochie. Had ik daar een mooie carrière kunnen uitbouwen, maar door die tegenwerking moest ik verdwijnen. Ja, is het een beetje een natrap ook voor iemand, voor alle duidelijkheid. Dit gaat hier niet over een parochieruzie, maar over een moordzaak, zelfs een serie moordenaarszaak. Ja, dat had ik niet kunnen verwachten. Want tenslotte was hij ook van beroep verpleger plus diaken. Je zou toch voor hem dat het beste voor hem voor andere mensen. Hebt u hem als pastoor, als collega ooit proberen te helpen? Wist u dat hij heel erg in de